Zij een teamspeler. Mick. Zij een teamspeler. Want er staat geen I in het woord team, Nick. Maar ook geen you, hè? That's the spirit. That's the spirit, Nick. There's a storm coming. Jij weet dat vanavond quiz is, hè? De quiz? You better run. Tafel 7 doet ook mee. En wie is tafel 7? Dat zijn wij. We zijn wij, goed ploegskje. Aan de leiding, tafel 7. Run, boy, run. Er ging echt iets magisch of zo in de lucht. Ik heb echt het gevoel dat wij samen ver gaan geraken. De superprestige. Weet je wel wat dat is? Valtrij? Niet die superprestige. Het is een heel gegraal van de Vlaamse quizcompetitie. En ik wil graag ook kruistocht met ons ploegske. Zie maar Guy in pijn. Je denkt nu toch niet omdat je toevallig een simpel caféquizje hebt kunnen winnen. Dat alles allemaal vanzelf gaat. Weet je, Roger, als je op dit niveau wilt meedoen, hè, jongen, dan heb je daar de ballen voor nodig. We gaan nog veel mogen bijleren als je wilt plaatsen voor de superprestige. Is jou mee gaan quizzen? De Valros! Dat is de ene dag quizken hier, een andere dag quizken daar. En voordat je het weet, zit hij met zijn tong in haar oor. Superprestige, Nick, dat is een obsessie geworden voor u. Beseft je dat? Nu weet ik zoveel, hè. Maar uw goede raadgeving in vrouwenzaken, dat kan ik niet. Ik verlies soms mijn verstand bij u. Ik ben nooit gestopt met u graag te zien. Goed, Nick, één punt voor u. Laat er maar een keer zien met wie dat hier te maken heeft. Ken je de wet van Wendy? Alles doet twee keer harder zeer dan dat je gedacht had. Freeze, you motherfuckers! Roger, jij maakt veel kapot. Ik heb echt het gevoel dat wij samen fantastische dingen kunnen doen. De meester herkent altijd zichzelf in een andere meester.